Als deze wet er was geweest in de tijd dat ik mijn VOG moest aanvragen, ja, dan weet ik niet of ik zou zitten waar ik nu zit. Een verklaring omtrent gedrag, wat je nodig hebt om onder meer bij de politie of overheid te werken, kan geweigerd worden op basis van een strafblad. Als het aan minister Dek ligt voor rechtsbescherming, worden ook alle politiegegevens meegewogen bij een VOG-aanvraag. Hiermee wil hij voorkomen dat, laten we zeggen, verkeerde types functies krijgen bij de overheid of justitie die mogelijk misbruik kunnen maken van gevoelige informatie of waar geweld aan te pas komt. Belangrijk natuurlijk, maar er zijn ook zorgen, waaronder bij Ismael. Ik zit zelf in de luchtvaart en daar heb ik ooit een VOG voor moeten aanvragen, omdat zij ook natuurlijk bepaalde regels hebben en een beleid hanteren. Hè. Neem als voorbeeld veiligheid. Het staat heel erg hoog. Hoe vervelend het ook is om te zeggen, ik ben ook wel eens onterecht staande gehouden. Hè? Er is zeker sprake geweest van etnisch profileren. Als deze wet er was geweest in de tijd dat ik mijn VOG moest aanvragen, ja, dan weet ik niet of ik zou zitten waar ik nu zit. Dus in die zin maak ik me zeker zorgen en ook voor de jongeren, hè? Met een etnische achtergrond. Ook strafrechtadvocaat Gerald Roethof is fel tegen het wetsvoorstel. Hij vreest namelijk dat hiermee mensen ten onrechte de kans op een beoogde carrière zal worden ontnomen. Niet alles wat in de politiesystemen staat klopt. De politie noteert iets, maar of het de waarheid is wat daar staat, is de vraag. Een rechter doet dat normaliter, de politie niet. Het gaat dus echt om gegevens bij de politie en geen veroordelingen. Kijk, als een rechter heeft vastgesteld dat je schuldig bent aan iets, aan een bepaald strafbaar, kan ik me voorstellen dat onder omstandigheden je geen VOG krijgt. Maar dit is iets wat nooit aan de rechter is voorgelegd. In reactie op deze zorgen benadrukt het ministerie in AT5 dat de politie toetst in hoeverre de gegevens betrouwbaar zijn en of ze relevant zijn voor de aanvraag, dat de aanvrager beweigering van de VOG altijd in bezwaar kan gaan en dat een onafhankelijke commissie erop toe zal zien dat etnisch profileren geen rol speelt. Maar dit is voor Roethof geen geruststelling. Wat heb ik aan een betrouwbaarheidstoets van de politie als we weten met elkaar dat de politie heel snel, veel te snel, zaken als verdacht ziet. Zie maar dat etnisch profileren, waarbij de politie zinloos, nodeloos en ten onrechte burgers lastigvalt, omdat de politie denkt dat het niet klopt. Als diezelfde toets plaatsvindt op papier, is het van 0,0 waarde. In bezwaar en in beroep gaan, heel mooi is dat. We hebben bij de toeslagenaffaire gezien dat als de wet krom is, alles, en echt alles wat je doet, vaak krom blijft. In het bestuursrecht heb je heel weinig ruimte om een kromme beslissing recht te krijgen. Juist daarom is het heel belangrijk dat wetten in het bestuursrecht zorgvuldig worden opgesteld, dat het heel goed gekeken wordt of iets wel nodig is. Deze wet is onnodig. Het wetsvoorstel is al door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer. Ismael en Roethof hopen van harte dat hij daar strandt. In grote lijnen snap ik wel welke richting ze op willen gaan. Maar ook dan sta ik er niet achter, want jongeren van tegenwoordig met een etnische achtergrond, die hebben sowieso al het gevoel alsof ze twee, drie stappen achterlopen. Dus met dit wetsvoorstel, dan wordt de kloof alleen maar groter. Dat met name de kansarmen nog kansarmer worden, omdat juist zij vaker met de politie in contact komen. Ik zei dat ze vaker strafbare feiten plegen, maar wel dat ze vaker met de politie in contact komen. En als zo'n politiecontact dan ten onrechte ertoe leidt dat jij niet die functie die je wil verrichten, wil gaan vervullen en kan gaan vervullen, dan blijf je onderaan die maatschappelijke ladder staan. Door deze kromme wet moet niet doorgaan.